wat deze single ontzettend bijzonder maakt, is dat... dat kun je vooral ook terugzien in de videoclip die net op YouTube is. Het oranje publiek is belangrijk. Het volk, het oranje legioen, moet ervoor gaan zorgen dat Nederland ongelooflijk goed gaat spelen tijdens de WK. Oranje, kom op en verover, dat is de strekking van het liedje. Ja, en als je dat dan samen met het oranje legioen kan oppushen, zeg maar, kan gaan hypen voor Nederland, voor het Nederlands elftal, dan moeten ze het goed gaan doen. Oranje, kom op. De 17e sta ik in de arena volgende week. Gaan we op die middenstip voor die 50.000 oranje gekken. Gaan we daar optreden. Ja, en dat zijn natuurlijk wel hele gave dingen om te doen. Nou ja, sowieso doen we Viva Hollandia natuurlijk, want daar kunnen we niet omheen. Nou, dan weet ik gewoon dat dat hele stadion dat hele, gaat helemaal trillen. Want iedereen gaat uit zijn plaat op dat liedje. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ja, en bij Oranje Verover, ja. Het moet een feestje worden. De mensen komen voor succes. De mensen komen ervoor om te zien dat Nederland gewoon gaat winnen. Dus die zijn van tevoren al helemaal in die stemming om de boel gek te maken. Ja, ik hoop dat ik daar een klein steentje aan bij mag dragen. Denk je dat de Brazilianen jouw platen ook een beetje leuk gaan vinden? Ja, ik heb natuurlijk geen samba, hè? Dus ik weet niet of de Brazilianen dit leuk vinden. Maar het is wel oer-Hollands om zeg maar, met zo'n powerwals van links naar rechts te vliegen. Ja, ik weet het niet. We moeten het afwachten. Eerst moet Nederland goed gaan spelen. We moeten eerst zorgen dat Oranje, trouwens dat moeten ze zelf doen, zorgen dat ze hun mentaliteit op de goede plek hebben. Er is heel veel concurrentie, er zijn heel veel singles gemaakt, heel veel oranje singeltjes gemaakt. Ten eerste heeft iedereen nog Viva Hollandia natuurlijk in zijn achterhoofd. En dat was een heel groot succes. Dat was gelukkig waardoor heel Nederland massaal bij Oranje stond te schreeuwen. Ja, en wat deze plaat een succes maakt is toch die verbroedering. Toch die, dat samensmelten van het publiek met Oranje. En dat moet gaan gebeuren. Samen sterk als een leeuw van puur goud achter ons elftal gaan staan.